Ik heb een hele moeilijke band met mijn pa en godzijdank is dat nu een stuk beter. Ja, ik was 12, toen zag je elkaar niet tot denk 18 en, of heel soms. En je slaat een stuk over. En dan ga je op een bepaalde manier zonder dat uit te spreken, want dat weet je als tiener niet. Ga je op een andere manier erkenning proberen te zoeken. En ik deed dat om goed te zijn in alles. Ik wilde goed zijn in sport, ik wilde goed zijn met mijn werk. Dus wat gebeurt er nou? Ik landde gewoon na 5 jaar tijd echt in een zware burn-out. Ik ben Tobias uit Den Haag, 26 jaar. In mijn vrije tijd ben ik veel aan het sporten. Ik surf. En dan doe ik calisthenics, dat is een vorm van fitness. Ik probeer zo vaak mogelijk buiten te sporten. Het liefst op het strand, waar ik vlakbij woon. Dat vind ik echt heerlijk, ook om je kop leeg te maken na een werkdag. Ik heb ook wel uitdagende of moeilijkere periodes gehad, dat ik minder goed in mijn vel zat. Toen ik nog in de sales werkte als accountmanager, maakte ik 60-uurige werkweken voor jarenlang. Dus ik ben ook tegen de lamp aangelopen. En toen dacht ik, nou, dit is wel voor mij het moment dat ik het anders moet gaan doen. En toen ben ik mezelf te gaan dwingen om het anders te doen. En nu probeer ik dat ook aan een ander mee te geven. Sinds afgelopen mei werk ik als personal trainer en als life coach. Dus ik help mensen bij het fitter worden. Dus van A tot Z iemand begeleiden om voornamelijk gebalanceerd te leven. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dat experiment met me doet. Of ik daarin controle en rust kan behouden. Ik heb echt super veel zin in het avontuur. Zeker. Hoe lang jullie leren of? 3 jaar ongeveer. Toch op jonge leeftijd, hè? Ja. Maar het is heftig als je 24 bent en je kan gewoon niet eens meer boodschappen doen. Omdat je gewoon letterlijk in je bed zit en gewoon niet meer kan opstaan. Hè? Ik heb me opengesteld, absoluut. Het was wel een kwetsbaar gesprek, bijzonder. En het merkt wel dat het de groep ook hechter maakt. En, dat is mooi.